vanavond Nederland. Het is 8:30 op Witte Donderdag. 3 dagen voor Pasen. Welkom in Den Haag. We staan hier op de Hofvijver in het centrum van de macht van Nederland. Vanavond is deze mooie stad even ons Jeruzalem. Het centrum van de macht 2000 jaar geleden. Dit jaar is Den Haag het decor van de Passion. Het verhaal van de laatste uren van het leven van Jezus Christus. Verteld in de woorden van 2013 met de bekendste Nederlandstalige popnummers. Op bijzondere locaties, met bijzondere personages, verrassend vertaald naar nu. Vanaf het laatste avondmaal tot de kruisiging, zoals beschreven in de evangelie van het Nieuwe Testament uit de Bijbel. Met muziek van Stef Bos tot Bluff, van Treintje Oosterhuis tot Nick en Simon. Den Haag is ook de stad van vrede en recht. Een wereldstad waar verschillende nationaliteiten, culturen en overtuigingen al eeuwenlang samenleven. Een passend podium voor het verhaal van een man die zich in deze stad thuis zou voelen. Want Jezus vertelde vrede en gerechtigheid te brengen voor iedereen op aarde. Maar zou Jezus anno 2013 hier in Den Haag ook botsen met de gevestigde orde? Of stuk lopen op de arrogantie van de macht? Of zou hij op zijn Hollands gedoogd worden? We gaan het zien. De Passion, het ultieme verhaal van lijden, opoffering, vergeving en hoop. Maar ook het verhaal van liefde. Zo krachtig dat miljoenen mensen wereldwijd al duizenden jaren er niet vooruit gepraat raken. En zoals het meest gelezen boek ter wereld vertelt, God stuurde zijn zoon Jezus niet om mensen te veroordelen, maar om hen te redden.